Op 12 september vond in Noorbeek een korte plechtigheid plaats om de bevrijding van Noorbeek te herdenken. Roger Prikken vertelt ons over de geschiedenis van deze ceremonie en over de plannen voor de 75-jarige herdenking in 2019. Deze ceremonie die staat voor het 74-jarige jubileum, eigenlijk herdenking, dat Noorbeek bevrijd is. Precies op deze dag, 12 september. We hebben een traditie al van direct na de Tweede Wereldoorlog om elke 5 jaar dit te herdenken met een uitgebreidere ceremonie. Maar sinds de jaren 80 is het eigenlijk thematisch. Het leek ons heel erg leuk om niet steeds die kranslegging, is wel een onderdeel ervan, maar we wilden het iets groter maken. En zo zijn we ooit begonnen met een intocht nagespeeld van de Amerikanen in Noorbeek via de onderstraat naar boven, naar hier. En dat is steeds eigenlijk gegroeid. Elk jaar is dat uitgebreider, of elke 5 jaar is dat uitgebreider gedaan. Uiteindelijk door de jaren heen werd het steeds min of meer spectaculairder. En zo hebben we het ooit een keer gerealiseerd om een vliegtuig over te laten, een Spitfire over te laten vliegen. En dat was natuurlijk bijzonder spectaculair, ja. Het leeft bijzonder onder de jongeren en ik denk dat we dat te danken hebben aan het feit dat we steeds ook een element voor de jongeren bij die festiviteiten gebracht hebben. Zodat het ook gaat leven bij de jeugd. En het heeft geresulteerd in een enkele jongeren die zich aangemeld hebben bij onze stichting om mee te doen, mee organiseren. Volgend jaar gaan we extra uitpakken. Dat wil zeggen, ja, het is toch 75 jaar en dan moet er weer een tandje bijgezet worden, vinden we zelf. En ook met name omdat de hele regio is van alles aan het organiseren. En wij zijn er eigenlijk, naar mijn idee, heel lang al mee bezig. Dus ik vind het onze eer te na om nog eens extra goed dit op de kaart te zetten en een geweldig feest aan te maken. Een van de dingen wat steeds terugkomt in die 5 jaar is een konvooi. Een konvooi van bijzondere voertuigen. Dus dat zal sowieso wel weer gebeuren. Verder zijn we bezig met initiatieven rond jeugd, jongeren erbij te betrekken. We zijn ook aan het denken en daar, dat heeft de krant eigenlijk al medegedeeld aan de primeur. We proberen de koning naar Noorbeek te krijgen. Want zijn moeder en zijn oma, die zijn ook al hier geweest. Dus ja, is het eigenlijk logisch dat de koning ook komt. Het start zijn te geven van de festiviteit. Na het welkomstwoord door Roger Prikken sprak pastoor René Graat een overpeinzing uit over de bevrijdende grensoverschrijding van vele jonge mensen die 74 jaar geleden voor onze vrijheid hebben gestreden. En de begrensde en grensoverschrijdende verschillen van het heden, waarvan de wereld, net als toen, nog bevrijd dient te worden. Terecht zijn we tegen oorlog. Terecht zijn we tegen terrorisme, mensenhandel en mensenuitbuiting. Niemand wil door een ander gedomineerd worden of in zijn, haar vrijheid beknot worden. Om aan die verschrikkelijke tijd een einde te maken, hebben een aantal mensen 74 jaar geleden op de dag van vandaag grenzen overschreden. Ze deden dat met de middelen waarmee de vijand van vrijheid mensen tegemoet kwam. Met wapens, kanonnen en geweren. Veel mensen die de grenzen overschreden hebben dat niet overleefd en betaald met hun leven. Ze overschreden niet alleen de grenzen die landen scheiden, maar ook de grenzen van hun thuis en ons thuis. Van hun comfort naar onze miserie en ellende. Van hun veiligheid naar ons gevaar. Van hun manier van denken naar onze manier van denken. Welke grenzen kennen wij dan vandaag? Vooral die welke in ons hoofd zitten. Grenzen die ons niet alleen van elkaar scheiden, maar die ons ook opzetten tegen elkaar. Dat mensen zich nog steeds gemakkelijk tegen elkaar laten opzetten, is wel duidelijk aanwezig op de recente nieuwsjournaals. Er is nog veel strijd vanwege de grenzen van afkomst, nationaliteit, huidskleur, geld, opleiding, beroep en gaat die zomaar door. Waardering voor
en tolerantie van elkaar kunnen helpen om deze grenzen niet als slagbomen te zien, maar als uitnodigingen om samen te leven en elkaar samen vooruit te helpen. Beste mensen, oorlogen beginnen in de harten en hoofden van mensen. Daar kunnen ze ook eindigen voordat slachtoffers vallen. Mogen dit jaar van voorbereiding op de 75ste gedenkdag van het einde van de oorlog in Noordbeek voor ons allemaal een tocht zijn die ons verder bevrijdt van grenzen die ons onnodig uit elkaar houden. Wij zijn de generatie die geen oorlog had moeten meemaken. Dat is zeer belangrijk. En dat we politiek en onze democratie ook hoog in het vaandel dragen. Zodat we altijd even nadenken hoe we mee bezig zijn. En dat we over filosofische of taal of landsgrenzen heen toch eerst elkaar en voor elkaar respect opbrengen. En dat we samen zorgen dat we in vrije kunnen blijven leven. Nou, het programma voor volgend jaar verbeeld voor eigenlijk alle Bietigen in een affiche. Het is nog vrij globaal, dat wil zeggen, we zijn nog niet over alles eens wat we gedaan. En er zijn nog een aantal zaken die zitten nog in de pan. Dat wordt het zover. Noordbeek gaat zich voorbereiden op de 75ste herdenking van de bevrijding die komend jaar zal plaatsvinden op 6, 7 en 8 september.